een architect in eerste instantie. En iemand die geïnteresseerd is in veel kanten van het bestaan. Wetenschappelijk interesse. Interesse in de natuur en in architectuur. Ja, ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft. En daar heb ik 11 jaar over gedaan. Maar tijdens mijn studie ben ik al begonnen met het architectenbureau CPZ. En mijn afstudeerproject is dan ook gebouwd. En aan het eind van de studie, ja, in je studietijd heb je nog niet zoveel geld nodig, zal ik maar zeggen. Dus dan heb je de tijd en de rust om een bureau te beginnen. En te onderzoeken wat je handschrift is als architect. En ik heb die tijd daarvoor gebruikt. En daarna gingen we voorzichtig aan langzamerhand bouwen. Van dakkapel tot wijk, zou ik maar zeggen. Dus langzaam gegroeid. Ontwerpen doe je misschien, nou, ja, ik probeer het zoveel mogelijk te doen. Laten we zeggen 30% van je tijd. Hè, en dan is het al veel. En dat is wat ik het liefste doe. Maar ik heb, moet je eerlijk zeggen, ik heb dat bureau dan nu al zo'n 35 jaar, denk ik. Ik heb ook plezier gekregen in het runnen van een architectenbureau. En het managen daarvan en het enthousiasmeren van mensen. Het runnen van een bureau en het enthousiasmeren en het beste uit de ontwerpers halen die bij ons werken, dat heb ik veel plezier in gekregen. Hoewel ik er ook ongelooflijk veel plezier in schep om op reis te zijn en dan met name in streken met een rijke biodiversiteit. Ik loop graag door een regenwoud. Ik word zelden of nooit geïnspireerd door architectuur, maar wel door de natuur. Ik lees ook liever een boek over biologie dan over architectuur. Wij praten ook in termen van, bij ruimtelijke ontwerpen, van creëren van biotopen. Hè? Dus waar een soort zich prettig voelt. Ik heb ooit samen met Hans Oldewarres en Peter de Winter en Hans Kamphuis het tijdschrift Utopia opgericht. Dat heeft 10 nummers bestaan. Dat was een 2-maandelijks tijdschrift voor wetenschappelijk amusement. Het kwam zelden elke 2 maanden uit, maar het was wel wetenschappelijk amusement. We hebben daar veel plezier aan beleefd. Het was, er is nog een nummer is opgenomen in de collectie van het Modern Art Museum of New York. En het heeft ertoe geleid dat Peter de Winter en Hans Oldewarres uitgeverij 010 zijn begonnen. Toen had ik een herdruk van De Acht en Opbouwer gelezen. En wat ik daar erg goed in vond, was dat architecten gewoon ongezouten kritiek gaven op elkaar en op de omgeving en op de omstandigheid toen, zonder besmuikt een blad voor de mond te nemen. En ook dat vond ik verfrissend. En toen hebben we gezegd van nou, laten we nou eens kijken of we een tijdschrift kunnen beginnen. Dat was met Thijs Asselbergs en ook weer met Hans Kamphuis. Een tijdschrift van architecten voor industrieel ontwerpers en grafisch ontwerpers. En een tijdschrift van grafisch ontwerpers voor industriële architecten en industrieel ontwerpers en architecten. Dus zoeken naar een combinatie van die drie vakgebieden. En uiteindelijk is dat niet helemaal uit de verf gekomen. Na een paar jaar zijn we ook langzamerhand uit de redactie gegaan, maar het tijdschrift Items bestaat. Maar ik schrijf niet. Ik heb wel plezier in het maken van drukwerk. Een streven naar het maken van prettige, lichte gebouwen voor mensen. En dat proberen te doen op een zo professioneel mogelijke manier. Dus de ergernis van het bouwen, wat veel mensen hebben. De architect maakt het te duur, het deugt niet, want het is niet goed gedetailleerd. We proberen echt de bouw te professionaliseren door los van het architectonische deel ook heel erg aandacht te geven aan de materialisering. En dat te doen door te leren van vakgebieden waar industrialisatie al veel grotere vlucht heeft genomen dan in de bouw. Daar gaat het maar heel langzaam. Sinds we begonnen zijn en we hebben
toen geformuleerd van we willen eigenlijk gebouwen maken die niet op de bouwplaats gebouwd worden, maar in de fabriek en op de bouwplaats gemonteerd worden. Toen was dat eigenlijk niet aan de orde en was dat eigenlijk een raar verhaal. Dat deed toen ook mensen denken aan Russische buitenwijken, hè, met plattenbouw. Want prefabricage was eigenlijk synoniem met Russische buitenwijken. Dus dat duurde even voordat dat ingedaald is. Maar nu zie je dat veel gebouwen gewoon opgebouwd worden uit de prefabriceerde onderdelen. En we hebben dus ons ook gestort op het ontwerpen van die onderdelen. Dus we maken ook voor de gebouwen die we bouwen specifieke te prefabriceren gebouwdelen. En de integratie met groen vinden we heel belangrijk. Ik vind, dat is precies wat ik hier in dit huis ook gedaan heb. Maximaal gericht op het uitzicht en op het groen. De gemeente heeft in de tijd een wedstrijdje uitgeschreven voor Delftse architecten. Die hadden zich verenigd in Delft Design. En dat wedstrijdje hield in dat hier een tiental kavels waren aan het randje van Delft, waar twee ondereenkapwoningen gepland waren. En ik dacht al vrij snel toen ik met dat ontwerp bezig was van daar wil ik zelf wel wonen. En als je won, dan mocht je het huis bouwen. Alleen het huis moest eerst verkocht worden. Dus er was een tentoonstelling kwam er in het stadskantoor. En in dat stadskantoor lieten dan alle architecten die gewonnen hadden, die lieten hun plan zien met maquettes en stonden er zelf bij om het uit te leggen. Ik denk, ja, als ik in wil schrijven, ik wil niet al te veel inschrijvers hebben. Ik wil er zelf in gaan zitten, want de burgemeester had gezegd, nee, als je moet gewoon meedoen. En als er meer inschrijven dan twee op dat huis, hè, dan wordt het geloten door de notaris. Ik denk, ja, het zal toch niet gebeuren dat de notaris gaat loten en mij eruit loopt, zodat ik niet in mijn eigen huis, eigen ontwerp kan wonen. En één inschrijver, dat was ik zelf. Ik moest nog een buurman vinden, hè, want ik had niet genoeg geld om dat twee huizen te bouwen en één te verkopen. Dus toen heb ik een advertentie geplaatst in het NRC, maar toen kreeg ik 80 reacties. En toen dacht ik van ja, dat zijn er wel heel veel. Laat ik even een brochure maken en die rondsturen. En dan vooral laten zien hoe het eruit gaat zien. Hè. Roestrij staal, veel staal, open vides, een diagonaal door het pand. Kortom, niet een traditioneel huis. Dus ik wilde ook niet iemand hebben die daar vroeg van kun je er geen baksteenstrips op plakken of zo. En toen bleven er 3 over toen ik die brochure opgestuurd had. En die heb ik alle 3 gesproken. En de derde, die vond het fantastisch. En die woont hier nu al 22 jaar naast. We zijn gewoon goede vrienden geworden. Het was wel een risicovolle onderneming aan één kant. Want je eigen huis bouwen kan je op een echtscheiding komen te staan. Maar in dit geval ook nog ruzie met de buren. Dat is allebei uitstekend afgelopen, moet ik zeggen. Dit huis, ja, als je je eigen huis ontwerpt, dan kun je natuurlijk, ben je niet geremd door een opdrachtgever. En het enige waar je aan moet houden is de locatie en het budget wat je ervoor hebt. Dus ik kon hier maximaal laten zien waar wij voor staan. Het zijn in feite 2 woningen. Zo. En we bevinden ons nu in deze woning. Kijk, als je 2 onder één kapwoning bouwt, dan is het leuke ten opzichte van een rijtjeswoning is dat je in elk geval 3 vrije gevels hebt, hè, waar je wat mee kan. En hier heb je nog fantastisch uitzicht. Ik mocht niet breder dan 7 meter en niet langer dan 12. En op een gegeven moment had ik een blok getekend. Ik zal het even in de buurtpand tekenen. Zo'n blok, een ruimteorganiserend blok waar de trap langs zit. En waar alle spullen, dus badkamers, keukens en dergelijke in zit. Hè? En het probleem hiervan vond ik dat je hebt dan het grachtenhuissyndroom, noem ik dat. Je hebt een leuke plek aan de ene kant. Je hebt een soort tussenruimte waarvan je afvraagt wat moet ik ermee. En je hebt de zithoek. Toen dacht ik van ja, het opent zich, want je hebt fantastisch uitzicht aan die kant. Als ik nu eens het gebouw in 3 deel, heb ik een keurige overspanning van 4 meter. Ik trek daar overheen de diagonaal.
En die staat loodrecht op de lichaamsdiagonaal van het gebouw. Toen heb ik hier langs georganiseerd het centrale blok waarmee je waarin de badkamer zit. En daarnaast de trap. Het effect wat je nu krijgt is dat je als je binnenkomt hier, dit deel heb ik dicht gemaakt. Op het moment dat je hier binnenkomt, dan kijk je met de lichaamsdiagonaal mee van het huis. En lijkt het vreselijk groot, terwijl het gewoon 7 bij 12 is. Dat is de langste zichtlijn die je in dit volume hebt. En vervolgens opent het gebouw zich naar het uitzicht. Dus ik heb hier een schuifpui gemaakt waarbij die hele hoek kan open. Dus je hoeft niet naar buiten te gaan om buiten te eten. Je zit dan in een open hoek. En door die schuinte van die vloeren kon je ook verschillende vloerindelingen maken. Bijvoorbeeld, dit is een slaapkamer. Dit is mijn studeerkamer op de eerste verdieping. Dus je krijgt hier een vierde, je krijgt hier een vierde, hier een vierde. Die ontwikkelt zich als het ware. En toen, door dit idee, die diagonaal te gebruiken, viel eigenlijk die plattegrond ineens op zijn plek. En je krijgt hier een hoek in het huis waar je een zithoek. Hier zit de televisie in, de luidsprekers, alles wat je aan audiovisuele spullen nodig hebt. Ook onder een hoek, dat klopt ook helemaal. Dus het viel ineens op zijn plek. Structureel, qua constructie, passen het ook. Mooie overspannetjes van 4 meter. En klaar. Ik dacht op een gegeven moment, ik bekleed aan de buitenkant met geperforeerde panelen. Want het zijn natuurlijk allemaal harde materialen. En om de nagalmtijd in de hand te houden. En dat is goed gelukt. Toen was het net in om met een computergestuurde ponsmachine staal te bewerken en daarna te vouwen. Dus daar heb ik gebruik van gemaakt door die tredes 2D uit te printen en dan te vouwen en te lassen. Maar het had achteraf een millimetertje dikker gemogen. Maar het is sterk genoeg, alleen het is beetje iets te slap. Het idee was ook om één ruimteorganiserend element te maken waar alle techniek in zit. Dus in die plafond zitten ook de afvoer en dergelijke. Hier, dit is de standleiding, daar komt alles naar beneden en er zitten meterkasten in. Die willen nog wel eens een beetje scheef gaan zitten. Ik was klaar met tekenen en klaar om te gaan bouwen eind maart in het jaar 2000. Dus het is echt in 3-4 maanden tijd hebben we het huis gebouwd. En dat kon omdat terwijl de fundering gemaakt werd, werd de staalconstructie al in de fabriek klaargemaakt. Dus zodra die fundering klaar was, werd de staalconstructie neergezet. Hetzelfde geldt achtereenvolgens voor de gevel en het interieur. Dit was het enige huis wat er ook ineens stond. Anderen die waren nog steentjes aan het aanvoeren en stellinkjes aan het bouwen om die stenen te gaan metselen. Terwijl hier stond ineens pop, zo een structuur van een gebouw. En toen werden vervolgens als aan een kapstok werden alle gebouwdelen eraan gehangen. En we hebben hier experimenten kunnen doen met nieuwe soorten vloeren. Achteraf is het fenomeen cradle to cradle uitgevonden. Dit blijkt achteraf een maximaal cradle-to-cradle huis te zijn. Want alle onderdelen zijn uit elkaar te halen, weer te hergebruiken. De vloeren bestaan uit staalplaat met zand erop en anhydriet. Ik heb ook het idee, als je gezond verstand gebruikt, dan achterhaalt de waarheid. Op een gegeven moment heette dit ook IFD bouwen. Industrieel formulematig demontabel. Het kreeg ineens subsidie voor dit soort gebouwen. Terwijl we eigenlijk gewoon een rechte lijn hebben gevolgd in de ontwikkeling die we doen, kreeg het af en toe een ander stempeltje. Nu is het cradle to cradle dit. Dus maximaal kunnen uitleven in de visie die we hebben. En ook nieuwe dingen bedacht. Hier zitten badkamers in, die zijn van glas. En 22 jaar geleden was dat een onbekend fenomeen. Ik ben vanaf dat moment ook de voorzitter van de Nederlandse Badkamer geworden. Het
het kleinste kamertje vraagt vaak het meeste aandacht. En zeker in de termen waarin wij denken. Er zijn 5 disciplines die een badkamer binnenwandelen, mekaars werk kapot maken. En vervolgens een eindresultaat produceren waarvan je af kan vragen of het kwaliteit heeft. Tegeltjes waarvan voegjes los zijn. Je moet als om een kraan te monteren, moet je weer een tegeltje kapot boren enzovoort enzovoort. Dus ik dacht, ja, in onze visie, ik kan niet hebben dat er een man tegeltjes zit te zetten. En vervolgens, omdat hij maandagmorgen een bui heeft, scheef op de muur plakt. Dus ik dacht, ja, dat is nou een goed materiaal, glas. Gewoon gekleurd glas. Dus en die badkamers zien er nu nog uit zoals 22 jaar geleden, gewoon als nieuw. Hadden we de badkamer zo bedacht dat je die deuren tegenover elkaar kunt dichtzetten. Dus hier is het bad en het toilet, daar de douche. En dit past ook tegen elkaar. Zo. Kunststof dakbedekking was toen ook nog niet echt aan de orde. Gelijmd, meestal werd het vastgeschoten. Dus van die pinnen door het dak heen steekt, hebben we gelijmd. Sandwichpanelen in de woningbouw. Dus sandwichpanelen, die RVS-panelen aan de buitenkant zijn een sandwich van RVS polystyreenschuim. De enige aanpassing die ik heb gedaan in de loop der jaren, dat heb ik 2 jaar geleden gedaan, dat is al het glas vervangen. Toen had je eigenlijk geen intelligente glassoorten met slimme gasvullingen en mooie coatings die het huis isoleren. Dus toen hadden we ook aan de buitenkant van deze twee, de zuidgevels, hadden we lamellen zitten. En eigenlijk was dat niet zo handig. Het was toen eigenlijk de enige oplossing om zo'n grote glasgevel op het zuiden te maken. Maar die lamellen die waaien eraf bij een storm en moest ik ze in de wijk terug gaan zoeken. En uiteindelijk waren er ook geen onderdelen meer te koop. Dus toen heb ik het er maar afgehaald. Het huis past zich dus als het ware aan de voortschrijdende stand der ontwikkeling van de techniek.